Yo, beste kijkers! Weer een nieuwe vlog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Even een blauw duimpje achter de reactie onder de vlog, hè? Zo, ondanks mijn verdrietige dip, gaan we toch weer even een lekkere vlog maken. Nou, ik zou zeggen van, ja. Hoor het trommelgeroffel maar, want dan komen we met een energiedrankje. Een genaamd Double Strike. Double Strike Energy Drink. Puur mix of energy en vitamines. Leuk blikje zie ik, leuk blikje. Double Strike. Energiedrank met toegevoegde vitamine bevat taurine, hoog cafeïnegehalte. Juist. 26 milligram, 100 milliliter. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Ingrediënten: koolzuurhoudend water. Bla bla bla. Dus niet te kijken. Daar hebben we de streepjescode is. Dat is 8 grote dubbele spatie. 717662 grote spatie. 963 of 03. 9603 14 grote spatie en een pijltje die het doet. 200 ml product of Holland. Ik dacht dat het echt een buitenlands blikje was hoor. Dus dit is 250 ml dubbel of product of Holland. Verkooppartner Arslan Groothandel Den Haag, Nederland. Produce it for Helmac Goo BV Postbus 43 06 067 25 04 AB Den Haag. Consument info. Consumenteur. Informatie. Info apenstaatje Holmacgroep.com. Even zien. Nou, ik zou zeggen, laten we het openmaken dan, hè? Kijk. Hartstikke idee. Het is gewoon een standaard smaak of geur. Een standaard geur. Of gewoon een beetje die goedkope van de. Lijkt hij wel op van de Action en zo. Laten we snel naar de kleur kijken. Ik ben eens benieuwd. Oh. Gewoon de standaard energy kleur. Het is gewoon de standaard energy kleur zoals jullie zien. Zie je dat? Gewoon de standaard energy kleur. Niks anders. Zie je dat? Nee. Nou, ik zou zeggen, proost. Nou, die is ook best verlaand. Hij smaakt nu ook hetzelfde als die 7 Energy. Naar gewoon naar de Bullet. Nou, ik vind het verdomd lekker. Deze heb ik bij de Budget Food weg in Dokkum. De Budget Food in Dokkum. Double Strike. Die is wel lekkerder geworden nu. Hij is nu echt wel chill geworden. Sowieso. Ik geef deze Energy een dikke vette 9+. Een 9+. Sowieso. Hars tegen de 10 aan. Gewoon zwart tegen de 10 aan. Hij raakt dan een beetje het topje van de 10 boven. Dus hij zal maar zeggen een 9+. Dat betekent dat deze een hele zo'n goede 9 heb gekregen. Dat hij gewoon een stukje bijna voor de kwart steekt hij al in de 10 uit. Wow. Hij is best wel veranderd ook deze. Sowieso. Dus Double Strike is dus een dikke vette 9+. Dat hij voor de kwart al in de 10 komt. Hey. Lekker. Eens kijken.
Volg me natuurlijk ook op social media. Snapchat, Pieter Reviews. Instagram is pieter.visser.752487. Mobiele nummer is 06-211-93657. En mijn Facebook is Pieter Visser. Ik zou zeggen, voeg me ook even toe. Ja, ja. En even een vraagje. Dat er iemand is die een meid kent of zelf een meid is die een foto van wil maken van haar benen. In een shortbroekje voor mijn energy drink ontwerp. Omdat ik eigen energy drink blikken en flessen ga ontwerpen voor mijn collectie. Dus ja, als iemand een meisje kent of zelf een meisje is met mooie benen die een foto wil maken van haar bovenbenen en een minishotje, is altijd goed. Altijd welkom voor mijn energy collectie om te ontwerpen. Ja, ja. De blikjes die ik zoek is, dat gaan we ook nog even proberen te doen. Ik ben namelijk op zoek naar de Penthouse Limited Edition nummer 4 Energy. De Red Devil Energy. De Einstein Brain Drink Energy. De Super de Boer Huismerk Energy. Sugar Free Regular. Sugar Free is grijs blikje. Regular zwart blikje. Rocket Energy. Die is wat ik zei ook bij de Budget Food hadden. Mixed Up met dansen poppetjes op het blikje. Drie soorten. De paarse, gele, lichtblauwe. Z Energy. Dat is die roze blikje. Alle twee soorten is goed. Blue Bear Energy van vroeger van de Spaar. Sherry Coke geen Energy, maar wel een kersencola. Rood met zwart blikje plus witte letters. Zwarte Rodeo Energy blik 330 ml plus de 250. Allebei het zwarte blikje zoek ik. Alleen het zwarte blikje, want die andere is verkrijgbaar hier in Nederland weer. Even kijken. Zwarte Mega Force Energy. Geel driehoekje met MF rode letters erop. V-Energy zoek ik alle soorten, ook met het onderste witte plakkaatje met die boevenkat erop. Ja, yeah, ja, yeah. De Shark Energy, de wit en blauw van de Jumbo. De Lacrits Energy, die dropshots maakt van de Xenos. Half liter Spam Energy, omdat die shop waar ik het altijd wegkocht, die Spam, die is niet meer. En de cannabis energy is altijd goed, hè? Altijd. Ja, ja. Even kijken, die is altijd goed. Nalu energy, Belgische versie, niet die hier in Nederland was, maar die Belgische versie bedoel ik dan. De cannabis energy, de Relentless energy, iso fruitfris, isotonic blikje van de Aldi van vroeger, grijs blikje. Met daarop wit of geel en daar zat een gespierd hardloopmannetje in. Staat erop. En dan bedoel ik echt dat Iso Fruitfris. Zo heet dat. Dat is het merk. En het zit nu tegenwoordig in soms in blauwe flesjes. Highway Energy is al prima. Oh, wacht even hoor. Ik zat even bijna de weg te dromen. Ja, ja. Niet zo best, hè. Waar was ik gebleven? Oh ja. Highway Energy zoek ik die rood met zwarte blikje. Of nee, een rood blikje. En een suikervrije. Dat is een zilver met blauwe blikje. En ik zoek het oude blikje zilver ook. Met die gele vierkant ruit. Ja, ja. En ik zoek de Speedway. Dat is dezelfde. Die rood met zwart blikje van de Highway. Maar dan met Speedway staat erop een grote letters. Half liter Bullet Energy. En dan de Orange. Die oranje. De Get Real Energy. Alle twee soorten. Het witte blikje en het rode blikje. En ja, de oude Golden Power nog. Met dat donkergroen en dat donkergroen en gestreepte donkergroen. Plus zilver. Even kijken, Go Fast Energy. De Blast Off Energy mag ook. En ja, als jullie dat kunnen fixen is altijd welkom, hè. Een Chill Cat Relaxing Drink mag ook. Dat is een geel met paars blikje. 330 ml geloof ik. En de Tranquini mag ook. Dat relaxing drink blikje die lichtblauw, weet je wel. Nee, ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn vlog te kijken. Laat even een blauw duimpje achter de reactie onder de vlog, hè. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Hey, later. Het is nu even geen dap. Het is even rustig aan. Geen dep nu. Want ik viel bijna in slaap zoals jullie zagen, dus... Ik zou zeggen, te rusten en te morgen, hè. Later!